Kinder-OLS is eigenlijk een tiental jaar geleden ontstaan als kleine broer of kleine zus van het OLS, het Oud-Limburg Schuttersfeest. Dat is een jaarlijks feest waar heel veel schutterijen samenkomen. En via het Kinder-OLS proberen ze dat grootfeest eigenlijk ook nieuw leven in te brengen. En proberen ze de jeugd en de jongeren van de lagere scholen ook bij het schutterswezen op een actieve manier te betrekken. Heb je er allemaal zin in? Voilà. Dit jaar zijn er 30 scholen aanwezig die meedoen, dus ik denk dat er tussen de 1000 en de 1500 kinderen zijn. Het is eigenlijk de organisatie van het OLS die de scholen en de schutterijen aanspreekt. En het is een school die ons heeft gecontacteerd met de vraag of wij hen zouden willen steunen in dit project. Ze zien daarin een aantal doelstellingen die ze kunnen realiseren op vlak van muziek, op vlak van marcheren, op vlak van creatieve vorming en zo. En op die manier is dat ook wel een leuk initiatief. Eigenlijk wil ik eerst even zeggen dat ik die kinderen van de Vrije Basisschool van As geweldig vindt. Straks mag ik ook de prijzen mee uitreiken. Dat is natuurlijk het ummeke, ja. En de school die dat mee naar huis mag nemen, dat is de winnaar. Maar eigenlijk, wij als OLS-federatie en ik als president, vind dat elke school al sowieso gewonnen heeft. Want het ziet er allemaal zo mooi uit en iedereen heeft goede zin. Dus het is al een winnaarsdag voor iedereen. Ons best gedaan om deze tocht heel erg leuk te maken. Onze broeken en onze t-shirt en onze trommels. Ik vind het super fijn dat ik hier mag meedoen en onze school ook, want dat is een hele eer voor onze school dan. Groot geweer schieten en ik doe zelf ook mee en ja, dat is heel leuk. Ja, we zijn verschillende weken zijn we de woensdag namiddag bezig geweest mee te oefenen. Hè. Ja, we hebben er een paar die, om zo te zeggen, niet missen. Hè. Die alles gewoon afknallen. Hè. Eigenlijk onvoorstelbaar hoe goed dat ze het doen. Schieten is de Vrije Basisschool. Yes!